Wij zijn na een rit van 9 uur, 8 uur. Ja, ik niet. Nee, en niet? Nee. Mijn ouders een rit van 9 uur aan 8 uur, 8 uur aan 9 uur. En ik? Ja, een broodje. En ik een uurtje of 6? Nou, vanaf een uur of 1. Ja, een uurtje of 5, 6. Zijn we in plekje... Toerot. Toerot, ergens in Frankrijk aangekomen. In het hotel waar we gaan overnachten. En dit is het bed. En slaap met mijn broertje. Nee. Vindt hij zo leuk. En we gaan eventjes een plekje opzoeken om te eten. Want het is ondertussen 7 uur. Dus we hebben wel een beetje honger. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En wij zitten weer in de auto. We zitten ongeveer 20 kilometer voor Parijs. Zeg ik dat goed? En nou, we zouden gisteren naar een restaurantje gaan. Dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. Dat is een heel mooi restaurant. Die zie je niet vaak. Dat heet McDonald's. Want we hadden allemaal geen zin meer om echt heel erg uitgebreid te gaan tafelen. En nou, dat was ook niet echt iets gelijk in de buurt waar we konden gaan zitten. Wat we ook daadwerkelijk fijn vonden. Dus we hebben lekker even bij de McDonald's gegeten. En daarna zijn we de kamer opgegaan en nog even zitten kletsen en zo. En we zitten dus nu weer in de auto. En het zonnetje schijnt. Dus ze geven wel voor vanmiddag code geel, toch? Niet meer? Oh, niet meer. Helemaal prima. Met een beetje mazzel hebben we dus gewoon de hele dag lekker weer. En kunnen we dadelijk vanmiddag nog eventjes het zwembad in. Wat ik wel heel erg prettig vind. Want toen we weggingen, toen gaven ze dus echt, nou ja, rot weer wil ik niet zeggen. Maar lage temperaturen op en was niet helemaal. Maar goed, ik hoop dat het dan een beetje meevalt. En dan zijn we vanmiddag lekker in het huisje. Wij zijn aangekomen bij het huis. Ik wou bijna zeggen huisje, maar het is echt geen huisje. Het is echt een huis. En er zit echt een gigantische tuin om aan met een zwembad. Met een heel mooi zwembad. Allemaal leuke bloemetjes. Dus we gaan nu eventjes vechten om wie welke slaapkamer krijgt. Jij krijgt de roze. Oh, ik hoorde dat ik de roze krijg. Kennen we. Oh. En dan gaan we eventjes boodschappen doen. En dan kijken wat we gaan eten vanavond. En het is super lekker weer. Wij zijn weer terug van boodschappen doen. En de barbecue staat aan, want we gaan zo zelf hamburgers maken. Het wordt een beetje frisser, dus ik denk niet dat we nog het zwembad in gaan. Dat was mijn broertje, die gaat nu eventjes kijken hoe... Oeh, het zonnetje is toch best warm. Hoe warm het water is, maar ik zal gelijk even het zwembad laten zien. Het is dus gewoon een privé zwembad. En dit achter me, het is het hele huis. Het is wel heel bijzonder van binnen hoor, maar allemaal van die kleine prieeltjes. Echt super schattig. En? Wat? Wat dan? Mijn broertje zegt, ik heb iemand gevonden om mee te gaan zwemmen. Oh, daar lopen we allemaal beesten over me heen. Daar moet ik even aan wennen. Wat dan? Kijk dan. Nou ja. Oh. Zou die nog leven? Ja, die leeft nog. Het is een watersalamander. Zou het een watersalamander zijn? Ik denk haast wel, anders. Nou ja, nu wel. Anders zou je niet zo rustig. Mijn broertje zegt, ik heb iemand gevonden om mee te gaan zwemmen. Dus ik denk, nou, wat is er dan? Ik zal het even laten zien. Niet met de camera in het water gooien. Kijk, dat beestje... Ik zal even inzoomen. Er zit gewoon een salamandertje in het water. Hand erin doen, kijken of hij nog weg wil zwemmen. Maar hij heeft ook hele gekke vlekken, man. Mm, hij ziet er wel gaaf uit. Ja, hij ziet er inderdaad wel gaaf uit, maar... Hey, daar kan je toch niet bij? Nee, het is hartstikke diep. Hij beweegt ook niet. Nee. Ik zal straks even kijken, misschien zit hij straks op. Hij heeft echt allemaal gekke vlekken. Ik hoop dat hij het kan... Ja, zo kan je het wel zien. Want er lopen hier wel wat salamandertjes, maar... Niet zo eentje. Deze lijkt wel gewoon een soort van groen of zo. Ik wou zeggen oranje. Ja, zwart met wit. Nee, het is bijna groen, joh. Kijk, dit is dus het zwembad. Mijn broertje gaat even voor, ik wou zeggen badjuf spelen. Badmeester. Maar hier ga ik elke ochtend mijn baantjes in trekken. Super vervelend. Is hij dood? Denk het wel. Ja, die is echt wel dood. Ijo, wil ik dit? Nee, hij doet het nog. Oh, kijk nou. Hallo? Hij leeft nog een soort van. Volgens mij is hij stoomd van het chloor wat in het water zit. Ja. Maar hij leeft nog wel een soort van. Maar ja,
even laten opdrogen. Kijken of hij dadelijk nog doet. Maar ja, dit is dus het zwembad. Dit. Dan heb je zo, nou ja, een soort van uitzicht. Je kijkt op bomen. En hierachter zit dus nog een hele tuin. Zitten daar ook van die bessen in, pap? Waar? Die. Nee, hè? Daar zit nog niks in. Er zitten wel vruchten in van vorig jaar, maar iedereen heeft iets van appels zijn. Ja. Appelboom is daar, hier hangen appels in. Oh ja. Nou, er staan dus allemaal vruchtenbomen. Fruitbomen, niet vruchtenbomen. En ja, nog een soort van speelrek, maar ja, daar zijn we net te oud voor. En voor is nog een soort van boompje waar we net doorheen liepen met mijn witte sneakers. En daar zitten besjes in. En we denken dat het moerbijen zijn. Ik ken moerbijen eigenlijk alleen maar van de gedroogde variant. Maar we hebben net geproefd en we zijn er en niet dood aan gegaan. En ze waren nog best lekker ook. Dus die gaan we morgen even verzamelen. Dan hebben we een lekkere soort van snack of zo. En mijn papa gaat dadelijk lekker hamburgers voor ons maken. Lekker hoor, lekker hoor. Lekker die. Lekker hè. De ontdekkingstocht gaat nog verder niet op mijn haar letten trouwens. Dit is echt een ramp. Dit heeft de hele dag in een knot gezeten, dus vandaar deze warboel. Maar mijn vader zegt dat hier van alles nog wat nog achter is. Even kijken. Nou, zo kom je bij de auto uit. Och, moet opletten waar ik loop. Oh ja. Maar volgens mij is dat niet helemaal gezond, of wel? Wanneer springen? Nee. Kijk. Het is wel mooi aangelegd. Het moet denk ik alleen nog even wat dieper worden. Wat meer water in, zeg maar. Misschien een paar planten ernaast. In ja. Folie. Ja, maar waarschijnlijk komt het nog hoger te liggen. Denk je niet? Ja. Dat er meer water in moet. Dat is een beetje vies. Maar volgens mij hoort deze hele tuin, dit en dit, hoort er allemaal nog bij. Volgens mij ook, ja. Het is wel echt heel mooi. Er staan zelfs palmbomen. Debbie! Er staan palmbomen. Debbie is gekke palmbomen. Althans, nee. Dit is geen palmboom, hè. Het zijn bananenbomen. Het is een bananenboom. Maar bij het zwembad staan er drie. Ja. Maar goed, ik ga hiervan genieten. Yes. Ik vind dit fijn. Ik vind dit heerlijk. En overal staan ook leuke planten. Nou ja, leuke planten in de zin van, het ziet er mooi uit. Het wordt, zit in mijn slipper. Er staat echt van alles en nog wat. I like it. En je hoort op de achtergrond hoor je de buurman zagen. En hier ook dit. Ziet er zo leuk uit. Alleen beestjes. Goedemorgen. Middag eigenlijk al. Het is vandaag zondag en het is het eerste echte officiële dagje hier in Frankrijk. We hebben net al heerlijk in het zwembad gelegen, maar het werd al wat kouder. Dus ik heb me even omgekleed. We zouden misschien nog eventjes weggaan. Maar dan gaan we allemaal zien. Maar ik ga nu ergens een kommetje vandaan halen. Want ik ga, wat ik gisteren zei, die soort van bessen plukken. Want die zijn echt mega lekker. En die boom zit echt gigantisch vol. Dus daar ga ik eens eventjes een lekker pakje van pakken. Maar alleen opletten, want het ligt dus helemaal vol daar. En dat sap is echt heel erg paars. Dus ik had mijn mooie witte sneakers aan. Gelukkig zijn ze wel weer een soort van schoon, maar het is geen succes. Ja, kijk maar uit, want anders kom je op de camera. Word je beroemd. Hoe? Dus, ga ik even doen. Ik ga even die moerbeien plukken, Laurent. Nam. Niet? Nee, ik moet eerst een splinter aan mijn voet. Oh ja, ga jij maar even je splinter uit je voet halen. Oké. Nou, ik heb denk ik 5 minuutjes geplukt. Moet je kijken wat eruit komt. Tada. En die dingen zijn echt huge. Het zijn dan net alsof ze een soort van uitgedroogd zijn of zo. Maar dan zijn ze echt het lekkerst. Even lekker smikkelen. Mom. Wij zitten lekker in de tuin. Het is wel een beetje fris, dus ik heb mijn jas aan. We zitten chips eten. Oh! En we hebben een heel aparte smaak gekocht. Mag ik hem laten zien? Ja. Het is deze. En het is, zeg ik het goed, poulet rôti? Poulet. Oh, poulet. Mijn Frans is niet zo heel goed. Maar het smaakt heel bijzonder. Wel lekker. Poulet rôti betekent? Kip? Ja. Rôti? Geroosterd of zo. Oké. Maar hij is wel lekker, maar hij smaakt een beetje... Ja, dat doe ik normaal. Hij smaakt een beetje naar nibbits. Van die staafjes. Wel lekker. Zo, we zijn al een tijdje verder en ik heb net even geslapen. Ik weet niet wat voor beeld dit is en wat voor beeld dit is. Excuseer, het ziet er niet uit. En ik heb me voor de
voor de vorm een beetje opgemaakt. Ik heb mijn wenkbrauwen gedaan en mascara en een soort van lipkleurtje opgedaan. Dat ik er in ieder geval enigszins gezond uitzie. Want we gaan eventjes uit eten. Mijn haar is vet. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Dus ja, en ik heb dit aan. Blouseje van New Yorker. Topje van de Primark. En een broek ook van de Primark. En mijn schoenen van Style Chick. Er staan twee mannen me aan te kijken zo van, ben je aan het doen? Ik sta tegen een camera te praten, dat is helemaal niet gek. Verder heb ik helemaal geen problemen. Oké, we gaan even eten. Morgen, het zonnetje schijnt echt recht in mijn gierop, maar als ik zo sta, dan kan je me niet zien en heb ik er alsnog last van. Het is maandag en ik heb gisteren de vlog niet afgesloten omdat ik vrijdag pas ben begonnen. Ik heb net een soort van gerend. Dus ik had zoiets van, nou, dan ga ik vandaag jullie nog een keertje meenemen en dan zie ik wel wat ik ga doen. We zouden eigenlijk naar een marktje toe gaan, maar de marktjes die zijn wat verder weg en hebben geen zin in. Dus ik ga nu eventjes lekker sporten. Ik heb hier achter, kun je dat zien? Hier heb ik mijn TRX hangen, dus ik ga eventjes sporten. Christian is bij me in de buurt. Ik heb trouwens niet meer gefilmd gisteren bij het eten, omdat het echt een soort van, nou ja, miniatuurdrama was. Ga ze gewoon even weg. We gingen om 7 uur weg om wat te gaan eten. En alles blijkt hier dicht te zijn op zondag. Echt serieus, alles. Alle restaurantjes zijn dicht. Dus we hebben tot 9 uur rondgereden om uiteindelijk een restaurantje te vinden waar we van gistermiddag ook waren. Ja, toen had ik zo'n honger dat ik gewoon per direct ben vergeten om te vloggen. Om te vloggen wat ik heb gegeten. Ik heb spaghetti bolognese gegeten. Echt typisch iets Frans. Noord. Maar was verder lekker, maar... Ik had ook echt even geen puff en ik was het ook gewoon helemaal vergeten om de camera erbij te wakken. Dus mijn excuses. Ik ga eventjes sporten. Het is nu nog lekker temperatuurtje, dus dat is wel fijn. Chris! Wat ben je doen? Die hond die loopt overal heen en weer, voordat hij dadelijk het zo meteen plonst. Maar ja, dat ga ik dus eventjes doen. Zo, lekker licht. Ha, zo is beter. Hey, we gaan pingpongen. Er staat hier binnen gewoon een tafel. Dus we gaan eens even kijken of we hem nog kennen. Het is echt een traditie van... Oké. Van op de camping, hè? Dat deden we in de Paradis. Ja, of toen we in Tsjechië waren, gingen we altijd poelen. Oh ja, poelen. Ja, dat hebben we ook nog een tijdje gedaan. Ja, alleen dat was alleen maar dat één huis. Ja, dat was daarboven. Ja. Nou, we gaan eens kijken. Van mijn broertje gekregen. Mijn broertje is officieel cocktailmaker, nerd. Maar deze, hè? Ja. Maar hij heeft wel iets heel mooi eruit zien doen lijken. Dit is mijn eerste trouwens hoor. Klinkt misschien alsof ik het al drie op heb. Deze, en dit swimmingpool? Swimmingpool. En wat zit erin? Het is een mengeling uit Blue Curaçao, Pina Colada, maar je kan ook kokoslikeur gebruiken, vodka en... Ananassap. Ananassap, ja precies. Oh, dat is wel echt heel lekker. Hmm. Cheers. Het is al een stukje later. Ik ga lekker slapen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet je ook zeker niet te abonneren. En dan zie ik je volgende keer. Doei doei!